intussen zijn de lopers ook binnengekomen, begeleid door Pipes en Drums uit Gemert, die op een fantastische manier de lopers opgevangen hebben, die gisteren, een aantal daarvan in elk geval, het vuur in Eindhoven opgehaald hebben. En dat is in Eindhoven gekomen vanuit Panneu in Normandië, waar het vuur opgehaald is. Ja, dankjewel. Goedemiddag, beste mensen. Allemaal hartelijk welkom op deze wonderschone dag. We worden geholpen door het zonnetje en we staan op een fantastische mooie plek. Een bijzondere dag. Vertegenwoordigers van 9 gemeenten vandaag hier aanwezig. En dat op 19-9. Hoe bijzonder kan het zijn? Welkom in de Peel. Welkom op deze bijzondere plek in Peel en Maas. Hier in Mijl. Het kruispunt in de Peel. Welkom en alle collega's, de afgevaardigden van de gemeente Asten, Someren, Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Gelderop-Mierlo en ook iemand die toegetreden is, een beetje een nieuwe lood aan onze boom, ook Nederweert. Welkom aan de collega Birgit Op de Laak, ook voor de aanwezigheid. Kaplaan Roger Manen zal het vuur nu overhandigen aan de burgemeester. Muziekkorps Sint-Nicolaas en Rian Vesjes, mag ik 1 strofe van het Wilhelmus. Gastvrouw van vandaag, mevrouw Delissen van Tongelo. Dankjewel. Beste mensen, wat moet hier nog aan toegevoegd worden? Want mij wordt natuurlijk gevraagd, wat is vrijheid? Wat betekent dat voor ons, voor onze inwoners in Peel en Maas? Ik denk dat deze plek ook symboliseert hoe we met elkaar herdenken en hoe wij samen dit vuurtje met elkaar hier alle aanwezig brandend houden. Dat komt niet voor niks. Symbolisch hebben we vandaag het vuur aangestookt en gaan we zo meteen doorgeven. En laten we dat doen over de hele wereld. Help elkaar. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. En help elkaar om de keuze te maken. Leg er de verantwoordelijkheid voor af. En dan hebben we hopelijk wat meer vrede in deze wereld. Dankjewel.